Hier zitten voor mij nog twee vrouwtjes bij. En hier heb ik ook nog twee paringen. Maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal in deze doos gaan doen. Naar max 2 en dat was gewoon tijdelijk. Maar nu Atlas Rup is niet meer hierin, omdat die allemaal verkocht zijn. Kan ik ze hierin gaan doen. Dus ik ga hier alle gepaarden. Ik doe nu een paar zijn, doe ik hierin. Ik kan dus hier eitjes in leggen, weet ik dat deze bevrucht zijn. Dat ik ze niet door de war had met onbevruchten. Maar die zul ik even in de wasmachine. Zodat hij wat schoner wordt. Oh ja, en trouwens. Toen ik weer ging filmen, dat ik ook wanneer uitkwamen, was weer niet gelukt, omdat deze was echt iets heel doms. De oplader die was uit mijn telefoon gevallen. Dus dan had hij maar vier uur gefilmd ofzo. Dat is wel echt heel jammer. Dus deze keer ga ik gewoon de oplader tegenaan tapen. En hopen dat dan wat lukt. Oké, dus ik heb hier alle vrouwtjes die vandaag uitgekomen. En ik was net trouwens even een deel van de video aan het editen. En ik zag dat heel even soms een soort van geluid van mijn vinger tegen de microfoon afging. Maar ik heb dat nu dus gefixt, want ik weet nu waar de microfoon zit. Ik heb wat testen gedaan en nu weet ik precies waar hij zit. Dus nu zal je dat niet meer hebben. Ik heb meestal eruit geknipt, maar. Maar het zijn dus alle vrouwtjes die vandaag uit gaan komen. En misschien lijkt het weinig, maar ongeveer elk vrouwtje is 100 tot 300 eitjes. Dus ik ben wel blij met deze hoeveelheid vrouwtjes die vandaag uitgekomen. En er zijn ook nog al deze vrouwtjes die nog aan uitkomen. En echt pokken veel mannetjes, maar er zijn natuurlijk veel meer mannetjes. En er zijn ook al heel veel mannetjes uitgekomen. Hoewel er ook nog wel wat vrouwtjes tussen zitten die nog moeten paren. Hier zitten nog wat aan paren, wat ik al had laten zien. Maar dat wil ik ze even laten zien. Deze gaan vandaag uitkomen. En ik ga nu even weer aan dat ding hangen, dat die weer kunnen timelapse kunnen maken, dat er eentje... zijn vleugels op de rug, want dat wil ik nog steeds heel graag. Want ik heb hem nu één keertje. Maar dat was gewoon geluk. Dat hij dan precies uitkwam toen ik ging kijken of het eentje uit aan het komen was. En die had ik dan even snel gefilmd. Ja, ik heb ze allemaal op mijn hand gedaan. Ja. Oké, dus ik heb ze nu even allemaal aan zo'n dingetje gaan. Dus ik ga mijn timelapse maken. En dan zie ik jullie weer morgen. Oh nee, ik moet ze nog even allemaal in dat net doen. Maar daarna zie ik jullie morgen. Deze zijn aan het wapperen. Volgens mij omdat het nu avond aan het is, aan het worden is, zijn ze nu actief aan het worden. Dus misschien kan ik wel filmen dat worden dat eentje gaat paren. Ik hoop het. Ik heb deze trouwens heb ik nu hierin gedaan. 5 koppels. Hier zit er nog geen een te paren. Ik had deze gehandpaard. Even snel. Omdat ik dacht van hij gaat niet paren. Handpaard kan wel. Maar vandaag gaat deze om 12 uur los. Hij zit in 1 uurtje. Wat denken jullie? Ik denk dat het iets hoog moet. Ik denk dat het sowieso goed is. Want dat was een beetje naar beneden gezakt. Maar zou je het dus wel filmen? Trouwens. Kijk, dit is een normale. En dan gaan we kijken hoeveel groter die andere. Kijk dan wat voor verschil. Het is echt super gaaf. Ik heb een goede koper gevonden. Oké, ik ben net al kijk. En ik moet zo naar school, maar. Maar er zijn echt super veel van uitgekomen. Deze moeten nog even allemaal paren. Er zitten nog 3 vrouwtjes bij deze allemaal. En hier zitten alle genen die paren zijn. Er zijn 6 koppels op het moment. En dat worden er dan 9. Dus dat is wel gaaf. En daarna moeten ze dan eitjes gaan leggen. Maar ze zitten. Eén zo'n paardje zit al te paren voor 2 dagen. Deze, soort van. Die zit er voor 1 dag. En deze is net pas aan het paren. Op het dak, weet ik hoe je het allemaal.
Maar dat is even een overzicht van vandaag. En op een of andere manier had ze deze keer weer 1 uur gefilmd. Maar was niet op. Dat vond ik wel heel fijn. Want ik heb... Oh, ik heb nu mijn andere camera. Maar... Ja. Ik had al opgenomen dat er 3 aan het uitkomen waren. Want blijkbaar waren ze deze keer in... gewoon in de avond. Gewoon 9 uur of 10 uur in de avond waren ze aan het uitkomen. Nou ja, een deel ervan. Maar dat waren dus best wel vrouwtjes. Volgens mij zitten hier nog wel wat vrouwtjes bij die vandaan van uitkomen. Want sowieso niet alles was uitgekomen van de vrouwtjes. Oké, dus ik ben net terug van school. Dat regent hard trouwens, wat de fuck. Maar hier zijn er 2 nog uitgekomen. Hier is nog een vrouwtje uitgekomen en er zijn nog wat mannetjes. Maar kijk. Hier zijn het paren, hier zijn het paren en hier zijn ze aan het paren. En ik weet niet of het veranderd mannetje vrouwtjes zijn. Oh, daar heb ik geluk. Het zijn 2 vrouwtjes hier zo, nog uitgekomen. En hier nog eentje, dat zijn 3 vrouwtjes en zijn vandaag 6 vrouwtjes uitgekomen. Dat is echt heel veel. Oké, dus hier zit eentje aan het paren, hier zit eentje aan het paren. Deze zijn volgens mij nu, gaan ze paren, want ze zijn niet echt vast. Deze aan het paren, deze aan het paren en deze aan het paren. Er is echt heel veel aan het paren. Oh wacht, deze zijn los. Omdat ze natuurlijk klaar zijn met paren. Wacht, ik dacht even dat ik deze dus aan het kijken was. Wacht. Oh. Dus deze komen terug hierin. En deze kan dus nu beruchte eitjes gaan leggen. Dus dat zijn dan de eerste eitjes die ik kan verkopen. En ik weet nog niet of deze ook al los was. Oh, deze is ook los. Deze is volgens mij wel iets minder lange paren, maar het is wel een paar, joh. Maar ik ga dus nu voor deze gepaarden. Even kijken of dit mooi kan vinden. Kijk, deze zijn een paar. Ik heb er nou 3, maar de 1 haal ik even af. Zo. Nog eentje. Yep. Deze is ook aan het paren. Zo. Eén vrouwtje is best wel dik, de andere is wat minder, maar ze zijn best wel dik. Oké. Dus dit is iets meer dan de helft van alle motten die ik heb. Er zal best wel wat uitkomen, maar... Maar nu moeten dus een beetje meer de vrouwtjes gaan uitkomen, want bijna alle mannetjes zijn volgens mij uitgekomen nu. Maar ja, dit is dus weer even de update. Oké, dus ik ga even laten zien hoe die vliegt. Oké, dus ik ben net al die gewonnen. Er zijn nog maar 2 mannetjes gaan uitkomen. Nou ja, deze komen nog uit, deze 5. Maar deze komt morgen uit. Maar kijk wie er ineens besluit om uit te komen. Gewoon random ineens. Kom maar, vinger. Hier zitten trouwens al eitjes. Dus ik ga dit even afhalen en dan doe ik ze ook even in zo'n tubetje.